Goedemorgen. Welkom, 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 welkom. Wie hier is opvoeder? Wij allemaal, goed zo. Want daar gaat het uiteindelijk om. Opvoeden. Opvoeden van onze kinderen, opvoeden van onze toekomst, opvoeden van de mensen in onze omgeving, maar ook opvoeden van jezelf. Want als je jezelf niet kan opvoeden, hoe ga je anderen opvoeden? We hebben zo strakjes een korte presentatie van de verschillende wijkacademies van Haarlem. Yeah. Van Amsterdam. Yeah. En een presentatie van de Mensenwijkacademie van Den Haag. Yeah. We hebben verschillende onderwerpen die wij behandelen. Onderwijs, armoede, veiligheid. En daar hebben we weken over gehad. Van welk onderwerp is eigenlijk het allerbelangrijkste om mee te beginnen? Nou, we gekozen voor onderwijs. In Amsterdam-Oost zijn ook heel veel problemen, ook met opvoeden. En eigenlijk lopen we daar natuurlijk wel tegenaan, maar we proberen heel erg te kijken naar de mooie kanten. Hanne noemt het altijd zo'n mooie sprankelmomenten. Mooie momentjes waar je ook weer van kan leren en een positieve insteek. En we proberen dat ook te doen met creativiteit. We zitten niet voor niks in het Karel Appelhuis ten slotte. Was eigenlijk hier zie je in het midden, hè, een pitje, een zaadje. Alles begint met een gedachte. En daarom is het heel erg belangrijk om die fantasie te kunnen hebben, om te kunnen dromen. Wij zijn verantwoordelijk voor onze toekomst. En als wij niet met z'n allen op dit kindje, dit kindje gaan helpen. En ook in het zeil houden, dus niet alleen voor onze eigen kinderen, maar ook andermans kinderen. En dan is de vraag nog van, kan dat? Mag dat? Geeft een ouder wel toestemming om zijn kind aan te spreken op zijn gedrag of op wat hij of zij doet? Dan gaan we over naar een bijzonder moment. En dat is de installatie van de landelijke promotiegroep. En de landelijke promotiegroep is een groep die gaat de uitkomsten van de wijkacademies bekijken, wegen, maar ook vooral de producten en de methodes die er ontwikkeld worden, kijken van kunnen we die ook elders in het land uitzetten? Zijn er misschien meer steden die een wijkacademie willen? Hoe bereiken we die en hoe ondersteunen we die? Mag ik naar voren roepen? Abdikarim Mohamed, John Hubert, Clay Toppenberg, Peter De Vries, Rashida Belarbi, Dries Kamouji, Shakur Halane, Leo Pau, Jamila El Hassan Tariq, Rikia El Mohim, Justine Pardoen, Art Broeze. Zo, lieve mensen, het moment is aangebroken dat wij jullie gaan installeren. Ik beloof samen mee te werken aan het landelijk uitdragen van het doel van de wijkacademies. De resultaten van de wijkacademies evalueren en landelijk doorgeven. Het volledig ondersteunen en uitdragen van de opvoedmethodes. Geduld, liefde, begrip, respect voor de kinderen. En tot slot, ik beloof mij voor de volle 100% in te zetten voor de toekomst van de kinderen. Want alle kinderen zijn ook mijn kinderen. Wat is jullie antwoord hierop? Jij hebt het beloofd. Succes, doe je best. Zet hem op, je kan het. Je kan het echt, zet hem op. Beloofd is beloofd. We hebben zo strakjes een viertal workshops. Interne kant, maar ook de externe kant. Hoe kan die vader zich ideaal profileren? Ik denk dat je heel goed aan hebt gegeven van dat er in die groep het gevoel ontstond. Van wij zijn met elkaar verantwoordelijk ook voor dat ene jongetje wat daar op straat loopt.
een van de dingen die men uitvindt in het onderzoek, is dat elke overgang naar een andere onderwijsvorm heeft een heleboel risico's in zich op uitval. Dus al die kinderen die onterecht in die stapel moeten komen, hebben veel meer overgangen en veel meer risico's om uiteindelijk ook nog uit school te vallen. Fantasie is er gewoon. Kinderen doen dat, kun je vaststellen. En ontwikkelingspsychologen laten ook zien dat het zijn functie heeft. En die zijn eigenlijk voor de voorbij gekomen. Het heeft zijn functie in leren denken, verplaatsen in andere situaties. Dat hebben wij mensen nodig. Dat moeten we oefenen, want daar ontwikkelen we ons denken mee. We hebben gehoord hoe dat kan helpen bij het verwerken van dingen. Hoordat je kunt vluchten in fantasie. Dames en heren, we hebben daarnet de workshops gehad. Heeft u genoten? Heeft u wat opgestoken? Ja, zo meteen komt de vraag van wat je hebt opgestoken aan je workshop en wat je ervan vond. Heb je hart een beetje kunnen luchten? Wat heeft u opgestoken? Ja, we hebben het gehad over vooroordelen. Die heb ik, daar laat ik me niet door leiden. Ik doe mijn best voor. We hebben het gehad over angsten. Die heb ik, daar laat ik me niet door tegenhouden proberen. We hebben het gehad over sociale vaardigheden om anderen te benaderen. Die heb ik ook. Maar ik gebruik ze niet in mijn buurt. Ik gebruik ze in mijn eigen kringetje. Ik heb heel veel verhalen gehoord van mensen die eigenlijk met vragen of problemen of die best het hulp kunnen gebruiken. Dat zou ik misschien best kunnen bieden. Ik doe het. Dus ik ga thuis nadenken waarom ik eigenlijk zo lui ben. Oké, heel veel succes. Ik ga die grap niet maken dat je moet onderzoeken om te beginnen als je gaat onderzoeken om te kijken als je Surinaamse genen hebt. Die grap ga ik niet maken. Wat heb jij opgestoken? En dat we niet bang moeten zijn dat we jongeren gewoon moeten aan kunnen spreken en niet bang moeten zijn. Kijk, gewoon over onze eigen angsten heen gaan. Juist. Kom op voor jezelf, kom op voor je kinderen. Weet wat je kinderen willen en wat ze kunnen vooral. En ga daarover vragen. Even serieus, laat je mening gast. Ik ben zo'n type die het eerste aantrekt wat hij ziet in zijn kledingtas. Wel eens een rainy day, maar blijf een positief verleek. Ja, dat zie je in als je je vasthoudt aan je vriendenkring. Wacht. Kijk om me heen. Man die het heeft gemaakt, heeft gemaakt.